De Centrale Bank van Suriname wil om twee redenen niet overgaan tot monetaire financiering. Ten eerste past monetaire financiering niet in het monetaire beleid dat de bank heeft geadopteerd. En ten tweede heeft de bankwet strenge sancties voor governors wanneer er buiten het wettelijke kader om monetaire financiering plaatsvindt. Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname, wijst erop dat het initiatief voor monetaire financiering alleen ligt bij de staat, namelijk bij de minister van Financiën. Omdat het gaat over het budget en het gaat erom, zijn we in staat om de offers in het land zodanig te brengen dat we ook wanneer het gaat om crisis en hele urgente zaken en er geen middelen zijn, we ook met wetgeving geen monetaire financiering wensen te hebben. Maar die vraag is vooral een vraagstelling voor de regering. Okay. Maar u bent wel concreet als u zegt, de centrale bank zelf wil nooit overgaan tot monetaire financiering. Op grond van het targeting model dat we hanteren, omdat dat weer impact heeft op die koers. Heeft weer impact op inflatie, het heeft weer impact op dezelfde vraagstukken waar we nu mee zitten. Je wil voorkomen dat je in een soort vicieuze cirkel belandt. Maar ik zeg u al, die prioriteiten worden niet door mij als governor vastgesteld. Dat is een politieke keuze. Roemer geeft ook aan dat in geval de staat een verzoek doet om monetair te financieren, de bankwet voorschrijft dat de governor verplicht is dit verzoek te honoreren. Met het IMF is een traject uitgezet om de monetaire financiering ook via de bank te beperken ofwel terug te brengen naar nul. Maar nogmaals, zoals ik u zeg, daar staat tegenover een regering die uiteraard ook eigen prioriteiten heeft en die eventueel op grond van andere wetgevingsproducten de noodzaak daartoe wel inzien. Ja. Het punt is van de centrale bank dat wij op grond van het monetair beleid willen wij dat niet doen. Want anders is het in populaire termen dweilen met de kraan open. Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname. Hij benadrukt dat de moederbank geen voorstander is van monetaire financiering. Echter ligt dat besluit bij de regering.